Als men komt in de buurt van Maingraten, daar ligt het grote Amerikaanse kerkhof. Daar liggen duizenden soldaten. Ze gingen er met eeuwig verlof. Het waren gewone mensen zoals wij, en toch grote helden door wat ze voor ons hebben gedaan. Nu liggen zij ver van huis, in onze velden. Denken wij daar nu nog eens aan? Near Margraten, if you are ever there, you will find a large American cemetery. Thousands of soldiers lie there, on eternal leave. They were ordinary people, just like us. But we call them great heroes when we think of all they did for us. Now they rest, far from home, in our fields. Do we remember them? Zij hebben voor ons gestreden. Wij werden door hen bevrijd. Wat hebben zij toen veel geleden, in die droevige, bange oorlogstijd. Zij hebben voor ons alles gegeven. En wat heeft hun dat toen opgebracht? They fought for us. We were freed by them. How they suffered for us in those agonizing days of the war. They gave everything for us. And what did they get for it all? Denken wij daar nog eens aan? Yes, we remember.